We staan vandaag op de première van de nieuwe bioscoopfilm Iron Man 3, hier in Amsterdam. Ik ga zo meteen de BN'ers om een reactie vragen en dat niet alleen, je krijgt ook stukjes van de film zelf te zien. Ik zou zeggen, blijven kijken, want genoeg redenen om zo meteen naar dit verslag te kijken. Ik zou zeggen, geniet ervan en ik zie je zo meteen weer. Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? Ja, wat zijn uw verwachtingen van de film vanavond? Spektakel, veel special effects en heel cynisch en sarcastische spel van Robert Downey Jr. Dus dat gaat vast een leuke avond opleveren. Heb je al een stukje op YouTube of zo bekeken? Nee, ik heb alleen de algemene trailer gezien, zeg maar. Dus voor de rest nog niks. Oké, nu is het nieuws gekomen dat het Koningslied doorgaat. Ja, wat vind je daarvan? Ja, er is zoveel over gezegd, dus ik hou mijn mond erover. En ik hoop dat het uiteindelijk alleen maar positief gaat zijn en dat iedereen er blij mee kan zijn. Wat kunnen wij nou nog van jou verwachten op televisie of radiogebied? Ja, ik sta nu nog in Little Mermaid, dat loopt nog een paar maanden. En ik ben heel erg bezig aan het timmeren aan mijn freelance carrière daarna. Dus er zitten wel wat dingetjes aan te komen, maar daar mag ik helaas nog even niks over zeggen. Hey, jij bent de winnares van The Voice Kids. Hoe ga je zo'n traject in? Ja, je doet natuurlijk niet mee om te winnen. Dus om alle ervaring op te doen was al heel erg leuk. Maar ja, dan win je en dat is ontzettend apart. En hoe vind je het nou om zo ontvangen te worden op zo'n rode loper? Ja, ik heb nooit zo'n première eigenlijk meegemaakt. Dus het is heel nieuw voor mij. En ja, je ziet eigenlijk allemaal beroemde mensen rondlopen. En nou hoor je er zelf ook bij. Dus het is heel apart. Heel erg leuk. Wat verwacht je van de film vanavond? Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien, dus nooit een deel gezien. Dus dit wordt echt mijn eerste deel die ik ga kijken en het is ontzettend leuk. Oké, ben je nog ergens mee bezig op radio- of televisiegebied? We zijn nu bezig met de Voice Kids Tour en wij zijn heel veel theaters af. Ik heb aanstaande zaterdag en zondag ook concerten en dinsdag zing ik voor het Koninklijk Huis op Koninginnedag hier in Amsterdam. Oké, en ga je ook nog een cd uitbrengen of zoiets dergelijks? Ja, ik ben natuurlijk nog, mijn prijs was van The Voice dat ik een eigen single ga maken en een videoclip. Dus daar ben ik ook mee bezig. Oké. En wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat kan ik helaas nog niet vertellen. Niet een klein tipje? Nou, dit jaar. Dit jaar of begin volgend jaar. Dus. Ja, wat zijn jouw verwachtingen van deze film vanavond? Ja, spectaculair natuurlijk. Veel actie. Ik hoop dat ze dingen op gaan blazen. Dus ik ga wel chillen, denk ik. Ja. Oké, want jij hebt ook iets gedaan met Beyoncé. Kun je mij daar Beyoncé? Ja, ja. Kun je mij daar wat meer over vertellen? Beyoncé was nice. Nee, ik kon haar gewoon echt bijna aanraken, dus dat was wel chill. Doe je ook nog iets naast GTST? Ik doe heel veel naast GTST. Ik ontwikkel formats en bedrijfsfilms en dat soort dingen maken. Volgens mij komen er heel veel leuke mensen binnen. Oké, en jij hebt in het verleden ook wel eens een discotheek uitgeroepen tot beste discotheek. Kun je daar ook wat over vertellen? 2007. Oh, dat is Hollywood. Ja. Hollywood, ja. Ja, dat is sowieso Rotterdam. Dat is sowieso mijn stad. Ja, cool. Dat was leuk. Dat was een leuke avond. Wat is nou jouw grootste heldendaad ever? Mijn grootste heldendaad? Ja, ik vind het heel moeilijk, weet je. Eén ding weet ik zeker, dat ik gewoon altijd trouw blijf aan mezelf. En volgens mij ben je dan ook een held. Tegenwoordig loopt iedereen overal achterna en moet je proberen niet te doen. You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. Wat zijn jouw verwachtingen van de film vanavond? Ik denk dat het gewoon een hele toffe film wordt. Ik hou van Iron Man, het is mijn held. En ik kan me eigenlijk niet teleurstellen, want ik ben echt groupie voor Iron Man. Oké, ga jij nog wat doen dit komende jaar voor televisie of radio? Ik denk het wel. Kun je daar wat meer over zeggen? We kennen jou voor Loverboys en Proefkonijn. Een nieuw seizoen van Je zal het maar hebben aan. En aan het eind van het jaar ook wel een nieuw seizoen van Proefkonijnen. En wat ik daartussen ga doen wordt ook wel leuk. En ik ga nog heel veel draaien. En dat houdt me wel van de straat. Ja.
Oké, nu heb jij zo'n maffia-snorretje. Dat worden geen Al-Qaeda-taferelen. Nee, maffia doet niks met Al-Qaeda volgens mij, dus dat komt wel goed. Oké. Hi. Bij ons staat Ralf weer. Hi. Hi. Wat verwacht je van de film vanavond? Nou, ik heb 1 en 2 ook gezien en de Avengers ook, dus ik heb wel een goed idee waar het ongeveer over zal gaan. Ja, ik denk gewoon een hele vette actiefilm. Oké, we hebben vorige keer een afspraak gemaakt. Je zou je aanmelden voor Planet Zone op de website. Ja. Dat heb je niet gedaan. Werden. Dat heb je echt niet gedaan. Werden. Laat zien. Ik heb mijn smartphone bij. Moet ik nog? Ja, alweer. Ja, ik heb me ingelogd. En ik, ja. Ja. Kunnen wij nog wat verwachten van jou op radio- of televisiegebied dit jaar? Ja, zeker. Er gaan nog een boel dingen aankomen. Zeer binnenkort ook. Alleen dan moet je gewoon je tv en mijn Twitter in de gaten houden. En hoe gaat het met de vriendinnetjes? Heb je al een leuke meid? Ik heb er nou geen leuke bij. maar met de vriendinnetjes gaat het goed. Ja? Ja. Je hebt er al één op het oog. Sorry? Je hebt er al één op het oog. Ja? Ja, wat zijn jouw verwachtingen van de film vanavond? Ja, dat moet een knaller worden. Ik ben bij 1 en 2 ook geweest. Het zijn een hele dikke actiefilm. Alles wat je vroeger eigenlijk altijd al had willen doen, dat kan hij. Dus dat is altijd lekker. Er zit heel veel geld in en heel veel spullen en het is heel veel actie. Dus voor elke man is dit denk ik heerlijk. En het gaat voornamelijk over de held uithangen. Heb jij nu zelf ook een heldendaad verricht in je leven? Ja, toevallig een half jaar geleden vond ik mezelf een redelijke held. Toen heb ik iemand die een iPhone aan het stelen was in de Kalverstraat. En dan mocht je met scootertje eigenlijk helemaal niet komen. En ik zag het gebeuren. En toen ben ik met mijn scooter de Kalverstraat ingereden. En toen heb ik hem klem gereden. Vond ik best eng eigenlijk, want ik ben normaal geen held. Maar dat was wel een beetje mijn enige heldendaad denk ik verder. Want ik ben zeker geen echte held. Komt er nog een nieuwe single van jou aan of een album? Ja, nee, ik ben een Nederlandstalig album aan het maken. En ik heb gisteren bij Live For You voor het eerst een preview van de nieuwe single gehad. En die komt begin mei komt die uit. Dus bijna al. Ja, en het Koningslied gaat door. Wat vind je daar nou van? Ja, ik heb er zelf mee gedaan. Dus ik vind het hartstikke leuk dat het doorgaat. Ik sta heel erg achter John, is al jaren een vriend van me. En ik vind het een onwijze hits. En ik ben het er niet mee eens hoe het gaat. Ik begrijp als je het wat minder vindt, maar ik vind dit vrij overdreven. Maar goed. Ik ben een avond nog. Blij dat het doorgaat. Dankjewel. Must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. Wat zijn uw verwachtingen van de film vanavond? Nou, er wordt een en al spektakel en actie natuurlijk. Ik bedoel, groot fan van Iron Man, van alle twee andere delen. Dus ja, dit gaat de derde en waarschijnlijk ook de laatste worden, denk ik. Dus we gaan zien wat het gaat worden. Heb je al een stukje bekeken? Nou, alleen de trailer. Maar met die trailer was het al je beste maat op. Hey, shit, daar moeten we heen. En toen hoorde ik ineens van, hey, dit is de première. Dus vandaar. Ja, nu gaat het Koningslied door. Wat vind jij daar nou van? Het gaat wel door, toch? Het gaat door. Ja. Ja, ik vind het vooral knap hoe mensen op YouTube heel snel al die vergelijkingen met elkaar hebben geëdit. Dat je dus kan zien van ja, weet je, ik vind het toch lastig, want melodieën zijn zo herkenbaar en het een lijkt op het ander. Ja, het blijft een discussiepunt natuurlijk. Iedereen zegt het is gejat. Aan de andere kant, muzikanten zijn ook vaak hele creatievelingen. En ze zijn zo zeker van hun stuk dat ze er helemaal zelf in geloven. Dus dan snap ik ook wel dat het jouw waarheid is, weet je wel. Dus ja, we gaan het zien. Ja. Ga je nog iets doen op televisie- of radiogebied? We zijn druk bezig met voorbereidingen om te kijken of we een programma kunnen doen op Slam TV. Dus in afwachting daarvan gaan we even kijken wat het gaat worden. Maar ja, zal weer even afwachten. Hè. Voor de rest lekker veel draaien in het land en presentaties. Dus maak ons geen zorgen. Nou, de film gaat voornamelijk over helden. Heb jij in je leven ook een heldendaad verricht? Ja, maar heb ik een heldendaad verricht? Ja. Nee, ik heb niet een keer iemand uit het water gered of zo. Of, nee, maar je staat wel klaar voor je vrienden als het moet gebeuren, weet je. Dus nee, ik heb nog nooit een echte heldendaad. Nee, die heb ik eigenlijk nog niet gedaan, nee. Nee. Wie is jouw grootste held van de Nederlandse televisie? Grootste held van de Nederlandse televisie? Lastig. Ik vond Rolf Wouters vroeger altijd echt te gek. Waarom? Een bepaalde snelheid, een stukje. Hij kon persoonlijk zijn, maar kon ook een hele mooie afstand houden. Dus dat vond ik altijd heel leuk om naar te kijken. En nog vroeger,
Dat was natuurlijk Willem Ruis. Dat was de echte met zoveel energie. Maar dat is echt, omdat ik heel klein nog. Dus, maar dat vond ik wel, als ik het nu aan terugdenk, had ik wel zoiets van ja, dat was echt een supercoole, echte coole presentator. We staan hier bij Bo. We kennen jou onder andere van GTST. Wat is jouw verwachting van de film van vanavond? Nou, ik heb niet hele hoge verwachtingen. Ik ga gewoon lekker genieten. Het maakt me niet zoveel uit. Ik heb gewoon zin in een leuke film. En volgens mij is dat het. Oké, want wat is jouw grootste heldendaad die je ooit hebt verricht? Heldendaad? Heldendaad. Jeetje, mijn grootste heldendaad. Weet jij het? Jezus. Heb jij niet ooit zo'n eentje gered daar zo bij die... Dat zou wel kunnen. Ja. Echt een eentje? Ja, dat is dan het enige ook. Ja, dat is dan het enige. Die plakte een beetje aan de zijkant. Die zat vast in het... In een soort taksituatie, maar dat is het dan ook. Dus echt een helderdaad, weet ik niet. Kunnen wij ook nog wat van jou verwachten op televisie of radiogebied? Of je daar iets van kan verwachten? Iets anders dan goede tijden? Nee, voorlopig. Ik ga theater op in september. Dus dat ga ik doen. Maar qua televisie blijft het even bij goede tijden. Wat zijn jouw verwachtingen van de film van vanavond? Eén en een actie, lekkere wijven en heel weinig verhaal. Oké, nu gaan de geruchten rond dat jij in een andere soap gaat spelen en dat je uit GTS tegen gaat. Klopt dat? Je bent van de eerste van wie ik het hoor. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Wat heb jij dat bedacht? Wat zeg je nou? De blauwe vis. Nee, dat is... ja, dat is heel lang Telegram. Geleden, maar dat is verder, er gaat verder niks mee gebeuren. De film gaat voornamelijk over helden. Wat is nou jouw grootste heldendaad alle tijden? Nou ja, ik heb dus ooit mijn school gered van een brand. Ja, toen moesten we zeg maar onze lokalen verbouwen tot iets. We hadden een apostiekroeg gebouwd. En toen had een of andere imbecil een sterretje aangestoken, een liedje op de grond vallen. En we hadden allemaal watjes op de grond gelegd. Hup, al die watjes in de fik, een gordijn in de fik. En toen heb ik heel rustig mijn eten en drinken gepakt. Ik dacht, nou, ik ga gewoon rustig weg. Ik dat pak drinken, man. Ik denk, ik kan hier eigenlijk ook best wel makkelijk de brand mee blussen. Dus daar heb ik daar weer brand mee geblust. Aan de andere kant waren mensen met flesjes water de brand aan het blussen. Toen hebben we zo onze school gered van een brand. Oké, heb je de trailer al bekeken? Nee, ik heb niet bekeken. Oké. Leuk om er gewoon fris in te gaan en gewoon gaan zitten en het allemaal over je heen te laten komen. Kunnen wij nog wat van jouw verwachting op televisiegebied? Wie weet. Niet een klein tipje van de sluier? Nee, ik kan er niks over zeggen. What are you going to do about these attacks? Is going to be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Wat zijn jouw verwachtingen van de film van vanavond? Ik heb geen idee. Ik denk heel veel actie. Ik denk dat er heel veel actie gaat zijn. Het is natuurlijk een superheldenfilm. Stoere mannen, actiescènes, veel snelheid en veel spektakel gewoon. Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Ja, de film gaat voornamelijk over heldendaad. Wat is jouw grootste heldendaad aller tijden? Ik weet niet wat mijn grootste heldendaad aller tijden is. Ik probeer eigenlijk elke dag, wanneer nodig, wel een heldendaad te verrichten. Ik probeer altijd gewoon te staan waarvoor ik sta, zeg maar. Mensen te helpen die hulp nodig hebben, dieren te helpen die hulp nodig hebben. Daar maak ik me altijd graag hard voor. En dat probeer ik elke dag en eigenlijk in het dagelijks leven gewoon door te voeren. Dus ik denk dat je elke dag een beetje een held moet proberen te zijn. Heb ik misschien geen superpowers. Wat er in mijn macht ligt, probeer ik te doen. Hey, wat kunnen wij nog van jou verwachten op televisiegebied? Ja, absoluut. Creamy Clowns, de film is net uitgekomen in België. In Nederland gaat hij ook binnenkort verschijnen. En ook komt er seizoen 2 aan. Dus voorlopig gaat dat weer allemaal volop spelen in mijn leven. Dat wordt weer België en Nederland. En er staan ook wat leuke nieuwe klussen op de planning qua presentatie. En wie is jouw grootste held? Wie is mijn grootste held? Nou ja, ik heb niet echt één bepaalde held. Ik vind mensen die inspireren en die motiveren om zelf een held te zijn, om een beter mens te zijn, dat zijn gewoon helden. Ik heb niet één bepaalde held. Ja, ik vind het ook wel leuk als er ook wat meer heldinnen zijn in films. Hoi, wat zijn jouw verwachtingen van deze film vanavond? Ik weet het niet zo goed. Ik heb eerdere Tony Stark, Iron Man films gezien en... Spannend verhaal, heftige special effects, maar ik weet het echt niet zo goed. Er schijnt weer een nieuwe bad guy opgedoken te zijn die bestreden moet worden, dus... Ja, de film gaat onder andere over heldendaden. Wat is nou jouw grootste heldendaad aller tijden? Ja, die vraag kreeg ik net ook. Ik heb geen idee.
ik kon toen ook niks verzinnen. Dus ik, heb jij, wat is jouw grootste heldendaad ooit? Een oud vrouwtje helpen oversteken. Een vrouwtje helpen oversteken? Ja. Wat zei je? Zo. Ja, netjes hè. Ja, wat meer over vertellen? Nee, dat is een hele tijd geleden al. Ze leeft ook waarschijnlijk niet meer nu. Oké. Okay. Waarschijnlijk inmiddels overleden. Wat kunnen wij nog van jou verwachten op televisiegebied? Van mij op dit moment? Daar kan ik helaas niks over zeggen op dit moment. Niet een klein tipje van de sluier. Wat zei je? Dat was een grapje. Snuiven? Nou ja, laat maar. Volgens mij, nee. Op het moment ben ik nog te zien in goede tijden en slechte tijden. En dat vind ik heel leuk. Wie is nou jouw grootste held? Mijn grootste held? Tony Stark. En waarom? Ja, dat Iron, ik heb geen idee. Mijn grootste held. Ik zou het even niet weten. Mijn hond? Mijn hond, denk ik. Hoe heet hij? Elvie en Joya zijn er twee. Mijn honden. Ja, doe hem de groep. Dat zou ik doen. Hè? Dankjewel. Vrouwtje. Oh! Cheers. Hey, doei. Wat zijn jouw verwachtingen van de film van vanavond? Ik hoop goed, want ik heb deel 1 en 2 gezien. Ik vond deel 1 vond ik vetter dan deel 2. Dus ik hoop dat ze gewoon weer lekker dat oude van deel 1. Want daar ontdekte Tony natuurlijk ook nog, daar werd Iron Man gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik hoop gewoon weer lekker een bakactie en een licht moraaltje. Maar ik hoop gewoon vooral een lekkere bakactie. Oké, de film gaat voornamelijk over helden. Wat is jouw grootste heldendaad tot nu toe? Mijn grootste heldendaad tot nu toe? Ik heb denk ik de grootste heldendaden allemaal gespeeld. In plaats van dat ik ze echt zelf heb gedaan. Ik heb geen idee, sorry. Ik heb volgens mij nog nooit echt levens gered of zo. Dus, Oké, je hebt ook geen held? Een held op sokken ben ik. Ja? Ja, zeker. Nee, ik heb god, als je het vraagt of ik een held ben, nee, weet ik niet. Ik heb geen idee. Wat kunnen wij nog verwachten op televisiegebied van jou? Er komt iets leuks aan, maar dat kan ik nog niet zeggen. Klein tip. Dat mag ik volgens mij nog niet zeggen. Die trap ik er later in. Ik heb geen idee. Dat komt later. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dus, en op welke zin? Nee, dat weet ik zelf. Weet ik eigenlijk ook nog niet eens in welke zin. We kennen jou van goede tijden, slechte tijden. Wat zijn jouw verwachtingen van de film van vanavond? Nou, ik hou wel van actie en ik vind dat ik wel stoer en zo. Ik hoop dat er heel veel dingen in gebeuren die in het echte leven niet kunnen. Dat je daar een beetje van kan dromen en naar uit kan kijken, dat hoop ik. Oké, de film gaat voornamelijk over helden. Heb jij een heldendaad verricht tot nu toe? Je leven. Ik zou niet weten, ik heb wel een keertje. Nou, heldendaad. Ik weet niet wat een heldendaad is. Ik heb wel een keertje. Ik heb gebungee-jumped. Zo? Dat vond ik heel stoer. Oké. Meer kan ik niet bedenken. Heb je ook zelf nog een held? Justin Bieber bijvoorbeeld? Nee. Ik vind Catwoman heel tof. Vind ik heel tof. Maar ik heb verder geen... Justin Bieber vind ik wel een goede zanger en goede performer, maar het is niet mijn superheld. Hey, nu is bekend geworden dat het Koningslied doorgaat. Wat vind je daarvan? Dat het wel doorgaat? Ja. Ik vind het een super tof nummer. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik snap niet waar de ophef over ging eigenlijk. Oké. Dus ik vind het helemaal terecht. Kunnen wij nog wat van jou verwachten op televisiegebied? Nou, momenteel ben ik gewoon heel veel bezig met goede tijden, fulltime, dus dat is heel fijn. En ik spreek heel veel in, dus het is nu rustig op het moment, maar daar is waar je me voortaan gewoon zal blijven zien. Wat spreek je in? Shake It Up Chicago op Disney en iCarly en Despicable Me 2 komt in de bioscoop in juni. En dat zijn een beetje de grote dingen waar ik nu mee bezig ben. Today is the first day of what's left of your life. Go! Ik kom net uit de bioscoop en het is echt een te gekke film. Zoals in deel 1 en 2 probeert Tony weer vele levens te redden. Zo willen de tegenstanders de president proberen te veroveren. Ja, en hoe dat afloopt, ja, dan moet je toch echt naar de bioscoop gaan. Hier is nu een dikke afterparty aan de gang en ik ga zo meteen even de BN'ers om een reactie vragen. Want wat vonden hun nou eigenlijk van de film? Ga met me mee en ik ga nog even feesten zo meteen hier met de DJ. Ja, we staan hier naast Jaap. Nou, wat vond jij van de film van vanavond? Ik vond het een hele dikke film en ik vind de grapjes tussendoor altijd heel lekker. Dus het was weer een waardige derde film. Ik ben weer benieuwd. De vierde komt er ongetwijfeld al weer aan. Welke acteur of actrice was nou je favoriet? Toch wel Robert
Downey. Ja, dat is gewoon dat is een held. Hij is grappig, hij is stoer, hij is leuk. Mooie gast. Ik vind, ja, hij is een held. Kunnen er nog dingen beter of vond je alles wel goed? Ja, het is volgens mij zo'n dikke Amerikaanse productie waar zoveel geld in aan is gegooid. Ik denk niet dat je dit heel veel beter kan. Ongetwijfeld in de vierde film weer. Maar het is voor elke man toch wel een hele lekkere film om naartoe te gaan. En de 3D-bril, werkte dat allemaal? Ja, dat werkt prima. Maar ik ben niet zo heel erg van de 3D-bril. Ik word een beetje moe van. En liever, voor mij kan het ook zonder, moet ik zeggen. Maar okay. Het is prima. Achter mij loopt Valerio. Hey. Wat vond jij van de film van vanavond? Ik vond hem echt heel vet. Ik was aan het begin een beetje sceptisch dat al die Iron Man suits zouden komen. In hoeverre een fan sceptisch kan zijn. Maar deze film geeft je absoluut wat je wil. Die vechtscène in die haven waarbij alles valt en schuift was super vet. En ik vond dit denk ik eigenlijk wel de beste van de drie. Wie was jouw favoriet als je het hebt over acteur of actrice in de film? Ja, sowieso Robert Downey Jr. natuurlijk. En op een gegeven moment zat er ook één Iron Man pak in. Die was helemaal zwart met goud. Ja, die vond ik ook echt gruwelijk. Is dat nou 3D-bril? Ja. Kijk. Okay. 3D, ja 3D. Kom nou eens toe. Net als op pizza op je afkomt. Hey, wat vond jij van de film? Mondvol. Wat zei je? Wat vond je van de film? Ik vond hem hard, man. Ik vond hem echt heel tof. Had je nog een favoriet? Ook heel lekker. Oeh, wow. 3D. I'm gonna offer a choice. Do you want an empty life? Or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. Wat vonden jullie van de film van vanavond? Ja, ik vond hem geweldig. Ja, ik vind het zo cool. Zoveel humor, toch? En zoveel actie, gewoon top. Had je ook nog een favoriete acteur of actrice uit de film? Acteur Robert Downey Jr. Zo fucking droog, die gozer. Ik vind het echt heel goed doet. En Gwyneth, hè? Gwyneth, ja. Oké, okay, wat vonden jullie de spannendste scène uit de film? Hij is elke keer dat hij weer van pak wisselt. Zo bam bam en hij zegt bam! Ja, bam! Bam! Ja, er zit een carnage die film. Nou goed, dat doet er niet toe. Over deze film. op een gegeven moment dat hij van pak wisselt steeds. Jarvis en dan roept hij steeds om Jarvis. Het is zo vet. Ja, misschien ga ik nog een keer kijken. Waarom moeten de kijkers die nu kijken naar die film gaan? Ja, omdat het gewoon een echte mannenfilm is. Je moet hier gewoon heen om dit mee te maken. Vrouwen die kunnen ook wel heen. Ja, vrouwen ook. Ik bedoel, Robert Downey Jr. en mannen gaan voor Tony Stark. Ja, het is goed samengevat. Ja, hè? Goed samengevat. Vrouwen gaan voor Robert Downey Jr., mannen voor Tony Stark. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. De actie van Tony Stark en de vrouwen voor de good-looking Robert Downey Jr. Wordt het volgende keer Iron Man 4 of Sex in the City? Nee, Iron Man 4. Ik vond hem zo cool. Ik ben echt zo blij verrast door de humor in deze film. Er zat zoveel humor in. Behalve natuurlijk heel veel actie, wat te gek is. Zag er zo gaaf uit. Robert Downey Jr. is een geweldig acteur. Gwyneth Paltrow ook. Heel veel goede acteurs zitten in deze film. Er zit ook heel veel humor in. Ik heb echt gelachen. Ik zat de hele tijd van, wow, het is spannend, maar ik heb ook veel gelachen. Dus nummer 4 zou ik zeker gaan zien. Wie is jouw favoriet uit de film? Ja, toch Robert Downey Jr. Ja. Waarom? Nou ja, het is zo'n goed acteur en hij zet een hele sterke, stoere held neer. Maar tegelijkertijd ook heel menselijk. Hij wordt niet hard en afstandelijk, omdat hij dus ja, echt een beetje grumpy soms is. Een beetje zagrijnig en ook heel erg grappig en heel veel liefde voelt voor die vrouw. En dus hij maakt die held heel erg menselijk en dat vind ik leuk. Dan wordt het echter. Zou jij de kijkers willen vertellen waarom hun naar deze film moeten gaan? Ja hoor. Jullie moeten absoluut naar Iron Man 3 gaan, omdat je hebt Robert Downey Jr., wat een geweldige acteur is. Daarbij is het spektakel van een film, heel veel actie, heel veel special effects. Je bent constant gewoon ja, in shock en aan het kijken. Er gebeurt steeds wat en er zit veel humor in. Je hebt gegarandeerd een leuke avond. Je moet even deze film gaan zien. Enjoy!
We staan hier naast Ralf. Ja, wat vond jij nou van de film van vanavond? Heel vet. Hij is heel cool geworden. Het is een beetje hetzelfde idee als Iron Man 1, 2 en die Avengers. Gewoon een goede film met veel humor en veel actie. Welke acteur of actrice vond je er nou echt uitknallen? De twee hoofdrolspelers natuurlijk. Gwyneth Paltrow, als ik het goed zeg, en Robert Downey Jr. Heb je zelf wel eens een heldendaad verricht? Vast wel, maar daar kan ik nou niet op komen. Maar wordt het volgende keer Sex in the City of Iron Man 4? Iron Man 4, uiteraard. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old fashioned revenge. Wat vond je nou van de film van vanavond? Ik vond hem onwijs gaaf. Ja, beter dan ik had verwacht. Veel humor. Goeie film. Had je ook nog een favoriet als je het hebt over de acteur of actrice uit de film? Ja, ik vond die gast die zeg maar de acteur speelde eigenlijk het best. Dus hoe heet die gast nou? De acteur... ik ben even zijn echte naam kwijt, maar... Die gekke man. Ja, die ja. Hey, wordt het volgende keer Sex in the City of Iron Man 4? Iron Man 4. Tuurlijk man. Kan jij de kijkers thuis vertellen waarom ze naar deze film moeten gaan? Omdat het gewoon een hele goede actiefilm is. Als je van actie houdt, als je van humor houdt, dan moet je hier gewoon heen. We hebben de film net gezien en nu is de vraag, wat vond je ervan? Ja, ik vond Iron Man 3 een topfilm, maar ik heb Iron Man 1 en 2 ook al gezien. Ik ben gek op hem, ik ben gek op het verhaal, ik ben gek op de Iron Man zelf, dus ik heb echt genoten. Ik vond het heel spannend. Ik zat er echt in, ja. Vond je deze nou beter dan de vorige delen? Het verschilt. Meestal vind ik de delen die na één komen nooit goed. Maar Iron Man verrast me elke keer weer. En nu weer. Ik vond hem gewoon weer heel erg goed. Wordt het volgende keer Sex in the City of Iron Man 4? Nee, Iron Man 4. Zeker. Wie vond je er nou echt uitblinken? Qua acteurs bedoel je? Qua acteur. Nou, dan ga ik toch voor de Mandarin die hem speelde, zeg maar. Die acteur vond ik leuk. Ja, het was gewoon grappig. En ik vond Gwyneth Paltrow natuurlijk ontzettend goed. En eigenlijk vind ik ze allemaal, ze zijn allemaal sterk. Ja. Ga jij de komende tijd nog wat doen voor radio of televisie? Nou, toevallig heb ik een week geleden was ik te gast bij Traffic Radio. En binnenkort krijg ik mijn eigen uurtje. Dus lekker alleen maar Laura muziek en Laura praatjes. Dus dat is super leuk. En televisie zeker weten. Er zijn een aantal dingen nog in bewerking, zeg maar. Maar uiteindelijk dan hoop ik weer te gaan knallen op tv. Ja. We do need backup. That's your department. Dit was hem alweer. We waren vandaag op de première van de nieuwe bioscoopfilm Iron Man 3. Ik zou zeggen, check die film, want het is echt een te gekke film. Daarnaast kun je ook nog kans maken op te gekke prijzen. Check daarvoor even www.planetzone.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Later.